Hallo, hallo. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Welkom weer. En het is vandaag dus donderdag zelfs. Ik had vorige keer wel in mijn vlog gezegd dat ik wat later in de week ga beginnen met mijn weekvlog. Het is donderdag, het is mijn vrije dag en ik heb echt een drukke planning, moet ik zeggen. Het is inmiddels ook al 11 uur en ik heb een flinke ochtend achter de rug. Ik heb op mijn vrije ochtend gezeten voor mijn studie. Morgenmiddag heb ik weer een studiebijeenkomst. Ik moet er nog een en ander voor voorbereiden. Ook moest ik de praktijkopdracht nog uitwerken. Samen met een student of een medestudent. En wij hadden 2 weken geleden afgesproken voor een belafspraak. We hebben het verzet naar vorige week. Vorige week hebben we het weer verzet naar deze week. Dus ik zie haar morgenochtend even. Maar wij hebben het beide zo druk op werk. Met de voortgangsgesprekken, rapportbesprekingen, toetsen. Ik weet gewoon niet hoe ik het soms moet inplannen. Maar het is gelukt in ieder geval. Vanmorgen heb ik het bijna helemaal uitgewerkt. Ik ben echt wel even gaan knallen. En daar ben ik heel erg blij mee. Dat geeft me nu wel een heerlijk gevoel. Ik heb mijn fiets inmiddels al weggebracht. Die had een onderhoudsbeurt nodig. Die kan ik morgen weer ophalen. En nu sta ik ook weer klaar. Ik heb me lekker aangekleed. Mijn haar heerlijk weer zo gedaan. Want ik heb een afspraak om 1 uur. Bij de Soap Store Treatment. Ja, en daar krijg ik dus een brow lamination behandeling. Wat het precies is, ik denk, hè, want ik vind het altijd lastig met die wenkbrauwen. Het is een soort permanent vloeistof wat in je wenkbrauw gaat. En dan wordt het dus gekamd naar een bepaalde richting. Je kan zeggen, ik wil het helemaal strak naar boven gekamd hebben. Of een klein beetje in een boogje. En dat ga je dus bespreken met de behandelaar. En dan blijft het dus 6 weken gewoon in zo'n shape staan. En verder wordt er gewoon even alles geëpileerd en netjes gemaakt. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit mijn wenkbrauwen door iemand anders laten doen. Ik doe het altijd gewoon zelf. Ik had echt hele dikke... Ik heb nog steeds dikke wenkbrauwen hoor. Maar ik had echt borstels. Het liep ook gewoon door hier in het midden. Maar inmiddels na 20, 25 jaar plukken... komt het eigenlijk ook helemaal niet meer terug... maar nu zie ik ook wel dat ik van die haren, kijk, hier krijg die dan naar beneden hangen. Soms hangen haren of steken haren zo naar boven toe zo. Ja, het is tijd om het even onder handen te gaan nemen. Dus dat ga ik doen. Maar eerst ga ik ergens lekker ontbijten op mijn vrije dag. Oh, dit vind ik echt zo heerlijk. En dan heb ik om 1 uur dus die afspraak. Maar ik heb nog meer vandaag, want de opening van mijn school in Delft... is vandaag de grand opening. En daar ben ik natuurlijk ook voor uitgenodigd. Dat is dan van 3 tot 5. En dan heb ik daarna ook nog een cursus van mijn werk. Van Nieuwsbegrip. En die duurt dan weer tot vanavond 8:30, 9:00. Dus het lijkt eigenlijk wel een werkdag. Maar dat maakt niet uit. Ik geniet en ik voel me heerlijk. Ja, leuk. Ik heb er zin in. Nou, ik zit dus weer in de auto. Ik moet zo haasten. Maar ik ben echt ontzettend blij met mijn wenkbrauwen. Ze zijn wel heel vol. Toch wel voller dan ik had verwacht. Ik heb dus gewoon echt superveel haar daar. Maar ik kan het zelf nog een beetje in model brengen. Morgen dan, want het moet nu intrekken. Maar het is echt wel heel mooi gedaan. En ook
al die donzaadjes er onderweg gehaald en erboven. Oké, ik ben een beetje bij het adem, want ik ging heel snel rennen of lopen. Ik moet nu naar mijn werk, want 3 uur begint de opening van ons nieuwe schoolgebouw. En ik moet nog 23 minuten rijden, zag ik. En het is al bijna 2:30. Dus ik ga er vandoor. Oké, doei. Een hele goede morgen. Het is inmiddels vrijdagochtend en ik ben echt helemaal kapot, joh. Ik had gisteren echt super veel energie. En ik denk ook gewoon een beetje adrenaline of zo. Hele drukke dag. Ik was heel laat thuis, 8:45 of 9:00. Ja, normaal lig ik dan al, of in ieder geval ga ik dan al eigenlijk naar bed. En omdat ik dus best wel wat energie had, ben ik dus opgebleven. Heb ik nog lekker maf zitten kijken. Ik ging geloof ik pas 11:00 slapen. Ja, dat is echt heel laat voor wat ik normaal doe. Ik ben ondertussen mijn hardloopschoenen aan het aandoen. En ik ga dus een stukje hardlopen. Ik heb echt geen zin. Maar ik merkte gewoon, ik werd wakker vanmorgen. En toen dacht ik, ik heb gewoon even geen zin vandaag. En ik heb vandaag ook wel weer een drukke dag. Want ik moet voor mijn studie, heb ik zo meteen nog een afspraak online dan met een medestudent. Wij moeten nog een opdracht even doorspreken. We hebben allebei apart nu gemaakt. Dan moeten we het gaan bespreken, feedback geven. Dus we moeten nog een en ander doen. En vanmiddag heb ik dan ook online een bijeenkomst. En dan merk ik ook wel dat ik voel van, oké, ik ben deze week eigenlijk gewoon fulltime bezig. Maar inmiddels werk ik wel een dag minder. En deze week merk ik daar dus eigenlijk helemaal niks van. En dan baal ik wel een beetje. Want dan denk ik, ja, zie je, ik weet gewoon in het onderwijs, dat is altijd geweest, het voordeligst is om gewoon fulltime te werken. Want als je niet fulltime werkt, dan moet je toch wel nog taken doen of, ja, ik weet het niet. Er is altijd wel iets op jouw vrije dag of zo. Net als gisteren heb ik dan de training, de opening van de school. Nou, volgende week donderdag heb ik ook weer een overleg op een vrije dag. Dus ja, ergens baal ik dus. Want dan denk ik, oké, ik verdien aanzienlijk minder geld ga ik verdienen. En dan, nou ja, oké. Dus ik ben daar een beetje, zit ik een beetje mee. En ik ben gewoon ook wel moe. Dus daarom dacht ik, ik ga gewoon even hardlopen. Niet lang, 2 kilometer maar zo. Maar even lekker rennen, even alles eruit. Nieuwe energie opdoen. Ik moet ook gelijk even mijn fiets weer ophalen, want die heb ik gisteren weggebracht bij de fietsenmaker. En ik dacht, ik laat even ook mijn wenkbrauwen zien. Ze zijn nog steeds, ik mag er nog steeds niks mee doen. 24 uur moet ik ze echt even met rust laten. Dus het is ook echt nog een beetje zo hard. Maar het is wel leuk, want ik heb dus ook zo'n spoelie erbij gekregen. En het is echt niet normaal, mijn wenkbrauw trouwens. Het had zelfs nog iets korter gemogen. Want het is best wel bushy, vind ik zo. En je kunt het natuurlijk even zo naar beneden doen. Dit vind ik dan iets mooier zo. Maar ik moet dus ergens nog wel even wennen. Maar wat ik wel heel mooi vind, is dat het helemaal gedaan is of zo. Dat het lekker gedaan is. Dit randje hier is gewakst. Hierboven is het gewakst. Hier in het midden is het gewakst. Dus het is wel heel erg netjes. Maar ik moet toch nog wel even wennen. En ik ben benieuwd als ik vanmiddag dat spul er dus uithaal. Dan wordt het dus echt helemaal zacht en fluffy. Hoe het dan eruit ziet. Ik moet denk ik wel nog even een gelletje halen. Om het dan toch te stylen. Want ik heb gewoon van die haren die alle kanten op gaan. Oké, ik ga stoppen met praten. Ik ga aan de slag. Ik wil echt even naar buiten. Het begint te regenen zelfs, zie ik nu. Maar oké, we gaan er gewoon voor. Oké, ik ga het gewoon doen en tot later. Zo, nou, ik ben weer terug. Ik heb uiteindelijk iets van 3 kilometer hard gelopen. Ik heb lekker even gewandeld, mijn fiets opgehaald. Maar ik ben ineens zo verdrietig. Nou, het is echt. Oh, dit is eigenlijk dus nu al een paar maanden. Dat, dit heeft echt met mijn menstruatiecyclus te maken. Ik kon gewoon niet stoppen. Ik heb helemaal dikke ogen ook. Ik heb zoveel gehuild net. Echt wel 2 uur of zo. Het is nu 11:15. Dus ik denk, ja, vanaf 9:15 tot nu net. En ik voel nog steeds dat ik het liefst zou willen janken. Mijn menstruatiecyclus is zo aan het veranderen de laatste maanden en jaren.
ik weet gewoon niet wat me overkomt. Het is echt niet normaal. Het is wel lekker trouwens hoor, gewoon lekker te huilen. Want het, ik voel het opkomen en dan ga ik, laat ik het ook gewoon gaan. Maar het is wel nu steeds het moment dat ik eigenlijk bijna ongesteld moet worden. Dus het heeft echt, ja, met mijn menstruatiecyclus te maken. Ondertussen ben ik lekker even een eitje aan het klutsen. Ik ga lekker een eitje bakken. En ik ben in de pan lekker even twee boterhammen met olijfolie aan het roosten. Oh, kijk dan, lekker zo'n knapperig laagje. En dan doe ik er een eitje op. En eentje denk ik met pindakaas. Ja, dus dit is nou ja, best wel bijzonder. Ik was vorige week natuurlijk ook wel bij de huisarts voor een uitstrijkje. Ik heb daar ook wel aangegeven dat dingen een beetje veranderen of zo. Maar goed, ja, het kan er ook gewoon bij horen, dat weet ik niet. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ik, misschien ben ik wel vervroegd in de overgang of zo. Ja, ik hoop het echt niet, maar ja, we zien het wel. In ieder geval, ik ga vandaag even rustig aandoen. Ik had, ja, ik heb eigenlijk een hele drukke ochtend, want ik moet dus nog mijn opdracht afmaken met een studiegenoot. Maar ik laat heel even de boel nu. Ik ga lekker even eten, theetje drinken, koffietje zetten. Even chillen op de bank. Ik heb net echt heel lang gedoucht ook. Moet er gewoon even zijn. Maar ja, ik moet wel wat doen nog voor die opdracht. Dus dat komt dan later even. En vanmiddag heb ik ook een bijeenkomst online van 14:30 tot 17:00. Daar zie ik ook echt tegenop. Maar goed, ja, nu ik me dan zo voel, heb ik echt, ik heb gewoon nergens zin in. Ik wil nu gewoon met een dekentje op de bank en laat me even met rust. Maar ja, oké, ik ga eerst maar lekker even mijn eitje bakken en even relaxen en bijkomen. Ik hoop dat ik me binnen een paar uurtjes wel weer wat lekkerder voel. Maar, oh, kijk mijn ogen, ik ben helemaal... Oh, wat een janker, jeetje Mina. Nou, oké, later. Nou, het zit er weer op. Mijn studie is voorbij. Ik was er niet helemaal bij met mijn hoofd en... Het was echt, ja, ik weet niet, ik voel me niet helemaal goed vandaag. Ik ben echt heel erg emotioneel of zo. Ik zou gewoon nu weer kunnen huilen. Ik denk ook dat ik dat gewoon zo meteen ga doen. En ik kom net beneden van, ja, ik ben dus net klaar met de training. En ik dacht, ik ga pizza bestellen. Ik ga lekker op de bank liggen. Maar ik had van de week al heel veel boodschap gedaan. Heel veel groenten. En ineens dacht ik, nee... Laat ik dat nou maar niet doen, want ik heb juist nu voedsel nodig met een wat hogere trilling. Dat is wel iets waar ik in ieder geval in geloof, of misschien is dat zelfs wel bewezen, geen idee. Dus ik ben nu heel veel groenten aan het snijden. Een bak vol, broccoli, ik heb zoete aardappel erin, wortel, tomaten. Ik ben nu een paprikaatje nog aan het snijden. De oven die staat aan en ik ga daar dadelijk nog wat Italiaanse kruiden bij doen. En dan gaat dat in de oven. En dan ga ik er... hoe heet die balletjes ook weer? Van die falafelballetjes bij bakken. En die doe ik dan gewoon in de pan even bakken. Dus dit moet denk ik rond 25 minuten in de oven. En hoe lekker ik het ook vind hoor. Om een keer pizza te eten. Want dat heb ik echt al lang niet meer gegeten. Toch ben ik heel blij met deze beslissing. Ik merk gewoon dat ik hier dus al een klein beetje vrolijk van word. Dat ik dan toch gezond goede keuzes voor mezelf maak. Ook al ben ik toch wel een beetje ja, emotioneel of niet zo lekker in mijn vel. Ik maak nog even deze af. Die snij ik er nog even lekker bij. Ik doe altijd gewoon hup, lekker van die stukken. En daarna kijk ik even van wat zijn nou echt te grote stukken. En die doe ik nog even door midden. Dat eet zo meteen wat lekkerder. Even zien... Ja, dit is wel goed, denk ik. Oké, mijn handen wassen. Oké. Wat ik in ieder geval in doe, is olijfolie. Ik haal altijd wel goede olijfolie. Want dat is gewoon echt het lekkerst. Daar doe ik lekker veel. Huppa. Dat geeft zo'n lekkere smaak. Die hussel ik nog een beetje door elkaar. En dan heb ik, nou in ieder geval een belangrijke is de Italiaanse kruiden.
Die is zo lekker hier overheen. Oh. Zo, je kunt natuurlijk ook verse kruiden doen. En dan heb ik ook nog peterselie. Het is ook maar net wat ik in huis heb hoor. En natuurlijk een beetje peper en zout. Oké, okay. Lekker even door elkaar. Een stukje bakpapier. Ja. En dan schep ik eigenlijk dit zo in één keer. Hoppakee. In één keer op de plaat. Nou, een beetje verspreiden in de hoeken. Van heel veel groenten. Ja, ik dacht als ik nou wat meer maak, dan kan ik een restje nog even in de vriezer doen. Dat vind ik altijd handig voor een volgende keer. Oké, that's it. Oké, nou die is klaar en die doe ik dan op 180 graden in de oven. Oké, dan ga ik ondertussen even een beetje opruimen en dan de balletjes bakken. En dan kan ik over een half uurtje ongeveer eten. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag en ik sta hier in mijn woonkamer met echt super dikke ogen. Ik heb echt zoveel gehuild nog gisteren. Het is echt niet normaal. Ja, ik voelde me gisterochtend al best wel emotioneel en ik merkte door de dag heen dat er toch wel dingen zijn in mijn leven die spelen, die mij dan even extra verdrietig maken. Bijvoorbeeld ook wel dat ik dan heel erg mijn ouders kan missen op zo'n moment. Ik voel gewoon weer dat ik kan huilen. Dus het is gewoon even echt een emotionele dag gisteren geweest. En ik voel gewoon nu ook weer van, misschien wordt het vandaag weer. Ik heb ontzettend lang geslapen. Het is nu 9:15. Ik ben net wakker. En ik ging om 9:30 al naar bed of zo. Ik was vannacht wel even wakker. Maar mijn lichaam is gewoon helemaal vermoeid van het huilen. Dus ik dacht zaterdag. En ik ga even een reset ochtend doen. Dus ik ga niks op een planning zetten of zo. Ik ga niet bedenken dat ik iets moet doen. Ik blijf lekker in mijn huis en ik ga lekker in huis rommelen. En dan zie ik wel wat dat wordt, maar lekker even in huis zijn. Vooral ook even een koffietje drinken, theetje maken, lekker zitten, in huis rommelen. Vind ik altijd ook heel rustgevend. Dus dingetjes opruimen, maar ook schoonmaken, even mijn bed lekker verschonen. Misschien ga ik zelfs een keer strijken vandaag, zat ik te denken, want Ik hou daar helemaal niet van hoor, maar er moeten wel een paar dingen gestreken worden. Maar even wat dingetjes doen die mijn lichaam nu even tot rust brengen. Want ik merk dat ik echt gewoon helemaal alsof mijn zenuwstelsel op spanning staat of zo. Nou goed, ik ben blij dat de zon ook schijnt. Daar ga ik voor genieten en verder lekker even relaxed aan doen deze ochtend.
is het heerlijk weer. Heb ik maar gewoon even een shirtje aangedaan zonder mouwen. En ik sta lekker even in het zonnetje. Ik heb echt een heerlijke reset ochtend gehad. Goed opgeruimd, schoongemaakt. En ik heb lekker groenten gegeten net als ontbijt. En lekker even op de bank gechilled. Maar nu ga ik toch wel even een beetje actief doen. Want ik heb van de week terrastegels gekocht bij de IKEA. Oké. Nou, dit zijn ze. Het zijn beige. En ik heb 11... Oh. Ik heb 11 pakken gekocht. Dus ik heb een aardig lang balkon ook. En ik wil het dus zo gaan leggen dat het verspringt, zeg maar. Ik heb er al een paar op het balkon liggen nu. Die had ik van de week al neergelegd. Dus zo zie je dat het hier... Hier moet dan een stukje gezaagd worden. En dan kan ik het hele balkon gaan doen. Ja, dus het is echt top dat het mooi weer is. Want dan kan ik even doorpakken. Ik moet wel even een zaagje halen. Bij de Gamma ga ik dat even doen. En dan ga ik even om advies vragen wat dan het beste is. Maar ik moet aardig wat zagen. Dus als ik die klus vandaag af wil hebben, dan moet ik nog wel even doorgaan. En ik wil ook eerst het balkon even nog vegen. Even goed schoonmaken, de ramen even doen. Dus ik heb een flinke klus toch wel. Maar ja, ik vind altijd wel klusjes in huis geven mij ook heel veel rust of zo. Dus ik ga lekker aan de slag ermee. Nou, het is gelukt hoor. Ik heb al mijn spullen gehaald. Ik heb een zaagje, ik heb handschoenen. Ik heb ook zo'n gootje is dit. Een kabelgoot, maar die ga ik dus gebruiken voor de waterafvoerding. Ik zal het dadelijk wel even laten zien. Het heeft keihard geregend en gehageld. Dus daarnet zat ik op de bank en dacht, ja, misschien ga ik het toch maar niet doen. En ineens schijnt nu weer de zon. Dus ik heb me weer omgekleed en ik ga eerst even schoonmaken. En dan ga ik beginnen met al die tegels te leggen. Leuk! Nou, ik heb een heel klein stukje kunnen doen, maar het is dus weer aan het regenen. Ik ben zo trots op mezelf dat ik dit heb gedaan. Ik dacht echt, voordat ik het ging doen, dacht ik... Oké, dit gaat echt wel pittig worden. En misschien gaat dat zagen verkeerd. En misschien is het heel zwaar. En misschien haal ik wel een verkeerde zaag. Maar echt, alles liep helemaal gesmeerd gewoon. Ik ben naar de Gamma gegaan. Ik had alles meegenomen. Ik ben niks vergeten, want dat gebeurt mij ook nog wel eens. En ik ging achter elkaar door. Ik denk dat ik in 2,5 uur gewoon klaar was. Echt, en het was ook wel eigenlijk een leuke klus, moet ik zeggen. Ja, ik ben echt helemaal blij hiermee.
echt superleuk, want nu kan ik eindelijk verder met mijn balkon. Ik heb de tegels dan nu liggen. Ik wil morgen of van de week even gaan kijken voor een balkonscherm, zodat ik toch iets meer privacy heb. En er zijn nog wat randen die dan open zijn, omdat die tegels daar dan niet pasten. Dus echt zo'n klein randje. En daar wil ik van die kiezelstenen gaan leggen. Dus dat vult mooi op, dacht ik. En ja, daarna wil ik nog een set hebben om te zitten natuurlijk. Een tafeltje heb ik nog nodig. Een parasol heb ik al. En dan plantjes kopen. Oh, dat is ook zo leuk. Dus dat is nou ja, wat ik morgen wil gaan doen. En als ik morgen geen tijd heb of geen zin, dan komt het van de week. Maar ik ben blij dat dit nu gedaan is. En ja, ik ben echt heel erg trots op mezelf. Oké, het is nu 6:15. En ik ga even bedenken wat ik ga eten. Ik heb op zich nog wel een beetje groenten. Niet heel veel meer van gisteren. Dus ik denk dat ik gewoon lekker even boodschap ga doen. En dan lekker kijken in de supermarkt. Oké, doei. Nou, ik heb echt heerlijke boodschappen gedaan. Ik ga echt even zo'n zaterdagavondje op de bank doen. Ik heb een Meat Lovers pizza gehaald. Een verse van de Albert Heijn. Ik heb die nog nooit op hoor. Maar ik vind verse pizza's altijd wel heel erg lekker. Of het lekkerst. Maar ik eet ook bijna nooit pizza. Maar ik heb zo'n zin in pizza vandaag. Echt niet normaal. En ik heb zin in vlees. Dus dat. En dan heb ik ook nog Kinder Bueno gehaald. Oh, ik ben hier ook zo dol op. Nou ja, koeken. Ik dacht, mocht ik daar nog zin in hebben. En chips. Oké. Dus ik heb echt een heerlijke cheat day. En dat vind ik wel heel erg lekker. Want ik merk dat ik toch wel weer een beetje hoofdpijn heb. En ik voel me wel weer beter vergeleken met gisteren en vanmorgen. Dus ik heb heel veel los kunnen laten. Maar ik voel me nog niet helemaal, ja, ik weet niet. Het doen van mijn balkon heeft me wel heel goed geholpen. En ik heb net lekker gewandeld in de zon naar de supermarkt. Dus dat helpt mij ook altijd wel. En nu ga ik gewoon heerlijk chillen. Ik ga ook niet meer filmen. En lekker genieten op de bank. Oké, fijne avond. Doei. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondagochtend. Oh nee, het is al middag, 2:15. En ik ben iets leuks aan het voorbereiden. Want ja, ik heb vorige week natuurlijk best wel wat geshopt in Nijmegen. Bij 3 hele leuke winkels. Chameleon, Bob & Bill en Make My Day for Women. En ik ga vandaag de tijd nemen om ja, dat op te nemen. Dus ik ben me lekker aan het klaarmaken. Ik heb me best wel dik opgemaakt voor mij doen. Je kunt nu ook wel goed mijn wenkbrauwen zien. Ik heb het een klein beetje nu zelf gekamd. Ik moet zeggen, ik ben er wel heel erg blij mee. Ik vond het toch wel heel erg bushy of zo. Maar ik merk wel dat deze kant is echt een minder mooie kant. Maar goed. Even kijken hoor. En die haartjes hier. Ik weet niet zo goed wat ik hier nou... Die kan ik helemaal zo kammen. Maar dat vind ik een beetje... nou, ik weet het nog niet. In ieder geval, ik laat het lekker even zo. Ik ben nog even een lipglossje aan het opdoen. En dan ga ik daarna mijn setjes aandoen. Ik heb alles al netjes klaargelegd. Nog even een oorbelletje in. Ik moet alleen nog even een aantal BH's pakken, omdat ik bij verschillende truitjes een andere BH dan weer aan wil. En mijn haar nog een beetje uitkammen, want ik heb het echt net gekruld. En ik wil gewoon het nog een beetje wat slapper maken. Oké, verder. Ik heb, ja, heb ik goed geslapen? Niet echt. Ik heb echt wel tot heel laat in bed gelegen. Ik geloof dat ik pas om 9:30 uit bed kwam. Ja, dat is echt misschien wel al meer dan een jaar geleden dat ik dat... Misschien wel langer geleden. Ik slaap eigenlijk nooit meer uit. Dat vind ik helemaal niet fijn. Maar ik was vannacht dus weer wakker geworden. Weer. Ook al van de keiharde regen hoor, mijn dakraam. Ja, toen heb ik zeker een uur of anderhalf uur wakker gelegen. Niet echt piekeren of zo, maar gewoon lekker wakker van... Oh, ik zou wel weer aan de slag willen met leuke dingetjes doen. Dus ik denk dat dat niet echt een goed teken is hoor. Want ik heb ook wel iets gelezen over cortisolgehalte. Dus misschien is dat te hoog of zo. Nou ja, geen idee. Ik heb wel een heerlijke ochtend verder achter de rug. Ik heb het eerste gedeelte van mijn video dus al geëdit. Dat vind ik dus echt heerlijk om te doen op zondagochtend.
Want dan is het grootste gedeelte alvast gedaan. Oké, ik ga even een beetje opruimen, omkleden en dan ga ik lekker filmen. Oké, het eerste setje heb ik aan, dus we gaan beginnen. Ik ben heel erg blij met dit setje. Dit setje is van Bob & Bill. De broek en de shirt. Nou, de broek is... doe even mijn shirt omhoog nog. Het is een beetje een pastelgele kleur. Echt heel zomers. Echt top voor de lente. En helemaal als de zon gaat schijnen. Alleen dat gebeurt nog niet. Hij loopt een klein beetje taps af. En ik draag hem dan nu met best wel een stoere sneaker. Een beetje skate-achtig schoentje. Maar het is ook denk ik heel leuk met pumps. Verder is hij lekker hoog. Maar niet te strak. Dus dat vind ik heel erg lekker. Een beetje baggy. En daarbovenop draag ik een oversized t-shirt. Deze is ook van Bob & Bill. Ik laat zo meteen even de kaartjes zien en de merken en de maten. En ja, dit is gewoon een hele vrolijke print. Die natuurlijk ook weer heel mooi bij die broek past. En wat ik lekker vind is dat het mouwtje lang is. Dus voor werk vind ik dit echt ideaal. Ik heb natuurlijk ook tatoeages. En dan vind ik het wel lekker dat het gewoon een beetje bedekt is. Ook al heb ik hier ook. Maar ja, echt super leuk setje. En nu draag ik hem gewoon lekker zo. Maar je kunt hem dus ook heel leuk één stukje erin doen. Dat vind ik altijd heerlijk. Gewoon zo. Zo, maar je kunt hem ook helemaal erin doen. En dan krijg je echt een beetje dat 80's gepofte-achtig. Wat ook leuk is, dat doe ik de laatste tijd ook vaker, is dat ik de voorkant lekker een beetje lang hou. En dan doe ik hem een klein beetje omhoog. En dan doe ik juist de achterkant in mijn broek. En dan krijg je een beetje hier dat gepofte, zo. Maar voor heb je dan toch nog een klein beetje, ja, gewoon dat het er overheen valt. Ja, echt super leuk setje. Oké, die broek die is van Yas. Griekse ei AS. Ik weet niet of het goed te lezen is. En ik heb dan een maat M. En die valt wel echt heel erg lekker. En hij is 69,95. En het shirt is van Refined. En daar draag ik een extra small van. En die is 39,95. Dus echt wel betaalbare kleding. Oké, ik ga naar het volgende setje. Oké, het volgende setje, of in ieder geval het volgende truitje. Ik heb weer dezelfde pantalon aan, de gele. Maar nu heb ik het gecombineerd met een best wel chic, net topje. Best wel décolleté ook, maar voor een avondje uit is dat echt wel heel erg leuk. En het zit ook super lekker. Het is een hele mooie patroon met bloemetjesachtig. En ja, wit is natuurlijk wel heel fris. En ik denk wat leuk is met deze combinatie is in plaats van sneakers, wat ik nu dus heb, maar dan pumps aan te doen. Echt superleuk. Oké, dit topje is, ja, ik denk dat het van Bob & Bill zelf is. Zij hebben namelijk ook een eigen merk. En dat is dus wel leuk. En dit kost maar 27,95. Dus dat is helemaal niet zo heel erg duur. En ja, hij zit ook echt heel erg lekker. Lekker zacht. Ja, en die Bob & Bill, die heeft dus... zij hebben 2 winkels in Nijmegen. Echt allebei zulke leuke winkels. Je wordt helemaal vrolijk ervan. Dus mocht je niet van kleurrijke kleding houden, is het wel echt leuk om even gewoon in die winkel te kijken. Maar echt zoveel leuke dingen. En nou, ik kreeg natuurlijk... in deze tas kreeg ik mijn kleding mee. Maar ik mocht er dus nog een canvas tasje bij uitzoeken. Die hebben zij dus zelf laten drukken. Maar die is wel heel tof. Met Bob & Bill erop. Nou, ik gebruik heel vaak van die tasjes. Hup, lekker mijn boodschappen erin. Of als ik even een klein dingetje moet halen of zo. Dan hou ik wel echt van deze canvas tasjes. Dus die ga ik zeker gebruiken. Oké, we gaan door naar een volgende setje. En dit is van Chameleon. Oké, volgende setje. Hier ben ik echt zo blij mee. Die spijkerbroek. Die zit zo heerlijk. Ik heb alleen het idee van, had ik niet toch een maatje kleiner gekund? Maar goed, hij zit verder eigenlijk wel heel erg netjes. En ik heb een heel erg leuk shirtje erop. Van 100 is deze. Een beetje lijm
limoengroen. Er staat ook nog iets op de achterkant. Dit is ook wel echt een heerlijk lentesetje. En ook hier weer met deze, met dit shirt. Je kunt hem lekker zo dragen. Je kunt hem gewoon lekker lang houden zo. Heel wijd hoor. En baggy. Mouwtjes ook weer net even iets langer. Het is geen helemaal oversized shirt. Maar hij is wel lekker lang. Ja, ik vind dat het heerlijk om één kantje zo hup, even hier naar binnen te dragen. En dan is dit een beetje de look waar ik meestal voor ga. Ja, en die pijpen zijn heel wijd. Die ga ik even zo goed laten zien. Echt hele wijde pijpen. Hij is precies mijn goede lengte. Ja, echt heel erg lekker zit deze broek. En het shirt ook. Oké, even kijken. De broek, dat kaartje, die heb ik niet meer. Maar de broek die is dus van Samsu Samsu. En ik draag een maat 29. Maar ik denk dat ik ook wel een 28 had kunnen kopen. Omdat ik merk dat hij, ja, hij rekt toch ook wel uit. Dus, maar goed, voor de volgende keer. Het zit in principe wel prima. En het t-shirt is van 100. Dat is dit merk. En ik draag een maat S of een extra small. Ik weet het niet, een S'je denk ik. En die is dan 69,95. Dus dat is wel een wat duurder shirt. Maar goed, ik ben wel echt heel erg blij met dit shirt. De kleur is gewoon heel erg gaaf. Ik ben ook heel veel voor pasteltinten gegaan met deze shopping experience. Dit is ook echt weer helemaal lente. Oh, heerlijk. Oké, ik ga mijn volgende outfit weer aantrekken. Oké, volgende item is eigenlijk alleen maar dit roze topje. Echt een heerlijk basic topje. Ik draag hem nu dan in mijn spijkerbroek. Maar je kunt hem ook heel makkelijk gewoon eroverheen doen natuurlijk. Of weer één kantje. En ik dacht, ik vind het wel lekker om een paar basics te hebben. Het stofje is ook heel erg zacht. Het enige is dat ik niet zo goed weet wat voor BH ik hieronder moet dragen. Maar omdat het best wel doorschijnt. Maar goed, ik ben heel erg blij met zo'n lekker basic shirtje. En deze is van Miss Copenhagen. Ook niet super duur vond ik. Die is 26,95. Ja, en deze heb ik dan gehaald bij de winkel Make My Day. En die maken dus ook van die eigen tasjes. Dat is wel heel erg leuk, want dit staat er dus op. Kijk of je het nou... yes, I am Dutch. No, I don't live in Amsterdam. En hebben ze onderin staat hun naam van de winkel. Make My Day. Ook echt super leuk. Dus ik kreeg allemaal van die leuke tasjes erbij. Daar hou ik wel echt van. Oké, het volgende shirtje. Ik ben hier helemaal weg van. Ja, vrolijke print natuurlijk. Lang mouwtje. Ik vind dat toch wel heel erg gaaf. Dat het niet zo'n kort t-shirt is tot hier. Maar net even wat langer. Ik vind dat toch wat vrouwelijker of zo. En de stof is heel zacht. Ik heb geen idee wat voor stof het is. Ik zou bijna zeggen iets van satijn of zijde. Maar dat gezien de prijs is dat het niet. wat leuk is hier, detail hier. Dat je een strikje hier kan maken of een lusje. Waardoor je toch weer een beetje dat cropped idee krijgt. En ja, ik vind dat bij mijn figuur echt het mooiste staan. Hoe wijdere kleding ik draag, hoe meer ik echt op een, nou ja, een bal lijk of zo. En dit, ja, ik weet niet, dit accentueert de juiste rondingen. Ja, ik ben echt heel erg blij met dit shirt. Even kijken, dit shirt heb ik dus ook bij Make My Day gekocht. En het is van het merk, oh, dat staat hier dus niet op. Ik denk ook dat dit hun eigen merk is, dus... Zij hebben ook een webshop, dus daar kun je gerust even kijken. Er staat iets van Ellie in of zo. Ik ga zo even kijken. Iets van Ellie White? Nee, Ellie nog wat. Maar goed, dus zij hebben ook een webshop. Kun je lekker shoppen. Ja, dit shirtje is echt heel erg leuk. Ik ben er echt zo blij mee. Oké, het volgende blouseje. Ook weer echt super leuk. Dat is hier van Elastiek. Dus dat is leuk, want dat maakt het sowieso alweer lekker cropped. En van voor zitten dus touwtjes. Dus je kunt hem lekker een beetje zo wijd dragen. Maar je kunt hem ook aantrekken zo. En gewoon vastmaken. Lusje of een strikje erin. En dan heb je echt een beetje dat cropped weer. Waar ik dus zo gek op ben.
En het kraagje zorgt ervoor dat het een beetje iets netjes heeft of zo. Het is weer echt super leuk. Echt een ontzettend leuk blouseje. De stof is ook een beetje een bijzonder stofje. Maar ja, wel echt heel erg lekker. En ik heb dus even gekeken. Het is dus van hetzelfde merk als dit blouseje. En het merk is dus Ellie White. En dat schrijf je dus zo. En hier heb ik dus een M van, zie ik nu. En van dit blouseje heb ik een M'tje ook. Ja, dus een M en een M. Ik heb meestal wel een M. Van sommige kledingstukken heb ik een S de laatste tijd. Maar nee, eigenlijk meestal wel een M. Ja, ik word ook weer zo vrolijk van dit ding. Ik heb alleen maar vrolijke dingen gekocht. Echt superleuk. En dit blouseje is dus €39,95. Oké, dan ga ik naar het laatste setje. Oké, en dan de laatste. Dit is dus een jurk. En die vind ik helemaal geweldig. Oh, hij is echt zo tof. Hier een split. Dus hij loopt een beetje asymmetrisch. Hij is hier een beetje gekropt ook bij elkaar. Mouwtje is wel wat korter dan die andere. Dus het is echt wel wat meer een zomers jurkje. En het is een heel lekker zacht spulletje. Ik zag wel dat ik even goed moet kijken wat voor BH ik hier onderaan doe. Want het schijnt wel een beetje door, zeg maar. Ja, superleuk jurkje. Even serieus, ik word helemaal blij hiervan. Oké, nou en dit jurkje is van, het staat ook niet op het kaartje. Maar er staat op Suiwe. Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Het komt ook van de winkel Make My Day. En is €54,95. Dus ook wel weer een hele goede prijs eigenlijk voor zo'n toffe jurk. Ja, dus dit waren mijn aankopen van vorige week. Ik ben er zo blij mee. Ik heb ook wel al wat dingen gedragen. Dat shirtje van Bob en Bill heb ik lekker naar werk al aangedaan. En mijn spijkerbroek heb ik al 2 of 3 keer aangehad deze week. Ja, die zit echt zo lekker en die kun je gewoon heel goed combineren. En van de week ga ik lekker mijn gelige pastelgeel pantalon van Bob en Bill aandoen. En dan doe ik dat t-shirtje er ook weer op. Gewoon naar werk lekker. En dat witte truitje van Bob en Bill. Ja, en dan dit truitje die ik heb gekocht bij Bob en Bill. Dat is dus een heel net truitje. En ik ga dus volgende week een avondje, ja, soort van op stap. Lekker eten en op stap samen met mijn schoonzusje. Naar de Chin Chin Club in Amsterdam. Dus ja, we hebben wel gezegd, we willen toch wel een beetje over de top. Dus toen dacht ik, oeh, dan is dit wel heel erg leuk om aan te doen. Ik weet alleen nog niet met welke broek of welke rok. En dan hakken erbij. Maar zoiets is natuurlijk wel heel leuk voor een avondje op pad. Dus ja, ik ben echt heel erg blij met mijn aankopen. Ook deze, oh, dit is zo'n heerlijk shirtje dit. En deze vind ik dus ook wel heel leuk, omdat het spul is dus heel zacht en een beetje satijnachtig. Waardoor het ook wel weer een hele nette look kan creëren. Dus als ik dit naar werk aandoe, dan zie ik er eigenlijk ook wel gewoon netjes uit. Maar misschien doe ik dat helemaal niet hoor en doe ik het alleen voor mijn vrije tijd. Ik heb nog geen idee. Oké, ik ga lekker weer even omkleden. Hoe laat is het nu? Het is nu bijna 3 uur. En dan ga ik nog even wat dingetjes doen in huis. Ik moet nog even wat boodschapjes doen. Ik wilde nog even naar een tuincentrum om een balkonnetje even verder af te maken. Maar dit was dus eigenlijk een beetje een mini shoplog in mijn vlog. Oké, nou, ik ga lekker al die dingetjes even doen en tot later. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben even naar een tuincentrum geweest hier vlakbij. Ik wilde wat kiezelstenen halen voor de randen op te vullen op balkon. Dus die heb ik nu binnen. Ligt nog in mijn auto, maar echt een super zware zak. En ik had dus ook een heel leuk tuinsetje gezien. Van Nardi. Heel mooi merk, heel duur wel. Maar ik ging er dus weer in zitten, vorige week ook al. En het zit zo lekker dat ik, ja, ik wil het gewoon hebben. Alleen de kleur die ik het liefst wil, tobacco, die is dan, nou ja, die hadden zij dan niet. Hadden ze wel een andere lichte kleur. Die was ook wel heel erg mooi. Toen ging hij het navragen, had hij er ook nog maar 1 op voorraad. Toen dacht ik, oké, ik laat het maar. Ik ga dan wel online even bestellen. Maar dat was wel echt een hele toffe, of is echt een hele toffe set. Ondertussen heb ik ook nog even een Turkse pizza gehaald. Echt, oh, heerlijk.
Hier heb ik echt heel erg veel zin in. Dus ik heb een bordje ook gepakt. En ik ga lekker een Turkse pizza eten. Ik heb echt een guilty pleasure / cheat weekend dit weekend. Want ik heb echt veel slechte dingen gegeten. En ik heb er zo erg van genoten. Kinder Bueno, chippies, gisteren pizza. Nu heb ik weer Turkse pizza. Och, echt zo lekker. En ik ga lekker even op de bank hangen en chillen. En morgen weer werken. Oh ja, en ik ga natuurlijk ook de video nog editen. Dit is het laatste, of een van de laatste stukjes die ik nog moet doen. Dan ga ik de vlog ook gelijk afsluiten. Bedankt voor het kijken weer. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Een tijdje geleden vroeg ik, mocht je suggesties hebben of tips of nou ja, een ander idee voor in een vlog. Het is zeker welkom. Iemand heeft ook een keer een oproep gedaan om te vloggen over hoe ik plan in het onderwijs. Dat wil ik nog steeds een keertje gaan doen. Maar ik merk dat ik dan denk, ja, ga ik dan voor de camera zitten en alleen maar praten? Of ga ik mijn camera een keer echt meenemen naar school en dan in mijn klaslokaal filmen? Maar daar moet ik wel weer toestemming voor vragen. Dus ik zat daar een beetje mee van, hoe ga ik dat aanpakken? Maar ik ben je niet vergeten, het komt er zeker aan. Dus dat eigenlijk. Een hele fijne week gewenst natuurlijk. En dan tot de volgende vlog weer. Oké, doei!